What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over 10 fucking dingen die dat ik haat. Het is niet dat ik heel veel dingen haat, daarom dat ik ook maar 10 puntjes heb. Nee, ik heb wel heel veel dingen die dat ik haat. En ik ben best een vredelievend mens, maar als het erop aankomt, ben ik heel snel geïrriteerd door bepaalde dingen. En ja, die gaan we vandaag horen. Voor mensen die mij al heel lang volgen, die weten dat ik het volgende heel hard haat. Namelijk de cinema. Ik ga niet terug naar heel een uitleg erover doen. Ik heb daar ooit al eens een video over gemaakt. Gewoon, de cinema, nee, echt niet. Er zijn zoveel nadelen in de cinema. Ik kan het gewoon snel even opnoemen, whatever, we hebben toch tijd. Ten eerste haat ik dat sociaal gegeven van met allemaal vreemde mensen in een zaal romantisch naar een film te kijken. Ik snap dat niet. Ik kan dat gewoon niet goed vatten. Hetgene wat ik het hardste haat aan de cinema is dat je nadat de film gedaan is, terug naar huis moet gaan. En dat haat ik. Het leukste dat je tijdens een film kunt hebben, is dat je gewoon je laptop dicht doet en je eigen omdraait en gewoon kunt gaan slapen. Nu moeten eerst al die trappen nog eens af, dan moeten nog naar je auto, moeten nog naar huis rijden in de kou, midden in de nacht, omdat je meestal s'avonds gaat. De prijzen van de cinema zijn ook niet meer normaal, vind ik, voor een film. Maar is het 11, 12 euro of zo. Dan nog eens al die snacks erbij. Ik bedoel, je bent gemakkelijk 20, 25 euro kwijt voor gewoon even een film te gaan zien. Nee, sorry, dan zal ik wel illegaal downloaden. De trappetjes in de cinemazaal zelf, dat is ook iets waar ik niet snap. Wie mokt dat? Serieus, is dat gemokt door een dwerg? Dat zijn zoentrappetjes. En ik heb niet zoenen voet. Je moet daar echt gewoon zijlings afwandelen of gelichter. De cinema hoort een ontspanning te zijn, geen hindernisparcours. Maar goed, oké, tot zover mijn haat naar de cinema toe. Puntje 2 van dingen die ik haat, dat is drukte. En dat is ook wel een dat elke dag in mijn leven voorkomt. Of toch iets waar ik elke dag probeer rekening mee te houden dat ik niet te veel in de drukte kom. Er zijn heel veel vrienden van mij die aan mij vragen, ga dan een keer mee naar daar, ga dan een keer mee naar daar of dit en gaan we dat doen. En dat is altijd plaatsen waar dat mensen zijn. Ik heb zoiets van, vraag gewoon eens of ik mee wil gaan naar een woestijn. Top, lijkt me superleuk. Laten we vertrekken. Nee, in de plaats vragen ze aan mij, ga jij mee naar Tomorrowland? Dan kunnen we tussen duizenden bezweten, stinkende mensen gaan staan die dat in je oor liggen te roepen om je trommelvlies gewoon helemaal in dat te vrat te krijgen. Die vragen krijg ik. En niet per se in die mate, maar zelfs gewoon iets gaan drinken in het buurtcafé waar dat 40 men zit, dat is voor mij al te druk. Ik hou niet van mensen rond mij. En een van de redenen daarvan is omdat ik een concentratieprobleem heb. Dus ik denk heel veel na, en ook als er veel mensen in de buurt zijn, maar soms word ik afgeleid door geluiden rond mij. Bijvoorbeeld, als ik mij op iets moet focussen, dan denk ik in mijn eigen van, ik moet mij erop focussen. Terwijl ik mijn eigen eigenlijk niet aan het focussen ben op waar ik mijn eigen moet op focussen. Maar ik ben mijn eigen dan aan het focussen op hetgene waar ik mijn eigen niet op moet focussen. Snap je? Maar het is gewoon als ik dan in grote groepen ben en ik probeer na te denken, dan god dat niet. Je kunt mijn kop niet tegenhouden, snap je? Dat is iets wat ik niet goed kan verdragen. En ook gewoon, ik hoor alles. Ik ben echt iemand die dat rustig met vrienden en terrasje kan gaan doen. En als ik dan s'avonds thuis kom, kan ik alle perfect vertellen waar het er 7 tafels verder verteld is geweest. Ik kan ook redelijk gewoon lip lezen, dus ik kan kijken naar iemands lippen en ik weet wat hij dan zegt. Maar ook gewoon, als ik iedereen kijk, dan hoor ik dat. Dat is precies mijn zesde zintuig of zo, ik weet het niet. Ik kan echt horen wat mensen zeggen door er gewoon naar te kijken. Het is verschrikkelijk. En ook gewoon, dat is altijd zo chaos in mijn kop. Als er te veel mensen zijn, ik hoor te veel. Ik kan dat ook niet afsluiten en ik word daar fucking zenuwachtig van. Daarom zou ik graag in de woestijn gaan wonen. Dan komen we ineens bij puntje 3 en ook ineens de reden waarom dat ik puntje 3 haat. Dat is dus uitgaan. Ik hou niet van feesten, niet van uitgaan. Ik doe dat niet. Mensen nemen mij dat veel kwalijk. Zo van, ja, mijn leven is een keer. Ik vind dat geen leuk leven, dus waarom moet ik een leven gaan leiden dat ik niet leuk vind, snap je? Maar ik krijg dus heel veel zo die dingen van, ja, maar je moet gewoon eens een keer proberen dat je plezant zijn. En die snappen niet dat ze dat leuk vinden, maar dat ik dat echt haat. En dat snappen die niet. Feesten is een concept dat leuk gevonden kan worden en ook niet leuk. Maar iedereen die dat feesten leuk vindt, die denkt dat feesten ook degelijk leuk is. Maar dat is niet. Dat is wat ze ervan denken en ik denk het mijne ervan. En dat wil precies nooit in elkaar. Die snappen dat niet. Het verschil is dat ik wel perfect kan begrijpen dat ze dat leuk vinden, maar ze kunnen totaal niet begrijpen dat ik dat niet leuk vind. Snap je? Dat moet een beetje geven en nemen, hè, mannetjes? Plus, ik drink ook geen alcohol. Dat heeft niks te maken met dat ik half Marokkaans ben of dat ik een bepaald geloof heb of zo. Ik ben niet gelovig. Maar ik drink gewoon niet omdat mij dat niet interesseert en omdat ik dat ook gewoon niet lekker vind. Heel soms drink ik zo eens een kriek
chic of zo. Dat is zo het typische wat vrouwen altijd wel lekker vinden. En dat is echt één keer op de 4-5 maanden, soms zelfs een jaar niet. Dat hangt er vanaf. Als er eens een gelegenheid is en ik denk van, ach ja, een half kriksje of een kriksje, ça va. Maar voor de rest, ik drink geen alcohol, ik doe geen drugs, ik ben gewoon kei clean. Ik rook wel sigaretten. Dat is het jammere eraan, dat ik dat toch wel nog doe. Maar ik ben ook wel blij dat dat ook het enigste is wat ik doe. Want er zijn echt ergere situaties waarin dat mensen alles doen en drugs pakken en drinken en... Nee, op dat punt zit ik niet en daar ben ik blij om. En als het dan toch af en toe eens een sigaretje is, ja, dan is dat zo. Weet je? Dat is nog altijd ongezond en ik zou moeten stoppen. Maar ik ben gewoon blij dat dat gewoon enkel dat is. En ook als ik dan uitga, want ik ben uitgegaan in mijn leven. Hè? Ik ben wel eens gaan feesten met vrienden. Altijd met tegenzin, dat moet je gerust weten. Maar ik ben altijd nuchter. En dan zit je echt, moet ik dat zeggen, je zit echt in een bubbel van mensen... Die dan niet meer weten hoe laat dat het is. Die dan niet meer weten waar dat ze zijn. Die maken hun eigen om de 3 seconden belachelijk. Omdat ze gewoon zet zijn. En ik, als nuchtere mens, moet daar op zien. En wie weet er de dag erna nog wat er allemaal gebeurd is? Ikje, zun, weten niks niet meer. Geloof mij, voor alle mensen die dat drinken, als je alle eigen zou bezig zijn tijdens het feesten, hè, je zou getraumatiseerd zijn de rest van je leven. Het voordeel is dat je dat gewoon vergeet en een dag daarna gewoon alles opnieuw doet, omdat je niet weet hoe belachelijk dat je weigert juist hebt gemokt. Maar ik kan dat niet aanzien, want ik vergeet die beelden spijtig genoeg niet. Maar goed, genoeg van feesten, uitgaan, cinema. Het volgende is, wat ik ook heel hard haat, is de hik. Ik heb de hik elke dag. Elke dag. Er is geen dag waarin ik rustig kan wakker worden en die een dag kan passeren om dan terug te gaan slapen, waarin ik geen hik heb gehad. Dat is echt verschrikkelijk. Ik weet niet hoe dat komt. Dat is meestal tijdens het eten. Ik ben echt een hele gulzige eter. En dat is niet dat ik een bord spaghetti voor mijn neus krijg en dat mijn hand erin steek en dat... Dat bedoel ik niet, maar... Ik kou niet goed op mijn eten. Als ik een stuk vlees voor mijn neus krijg, dan pak ik dat op mijn vork. Ik steek dat in mijn mond en ik ben gelijk een hond. Ik doe één keer en ik slik dat gewoon door. En daarom krijg ik ook keiveel de hik, omdat, geloof mij. Maar een slokdarm, ik wil niet weten hoe dat eruit ziet. Dat is verstopping, hè? Dat is pure verstopping. Ik pak geen tijd om alles 30 keer... Ik vind dat ook niet sappig. Als je het in je mond stikt en je moet er 30 keer op kouwen voordat je dat moet doorslikken, dan zit je gewoon pap ontfritten. En pap is niet lekker. Dus ik wil gewoon die volledige brokken door mijn slokdarm, naar mijn maag, naar mijn darmen. Het volgende puntje waar ik een hekel aan heb, is mensen die dat online niks beters te doen hebben. En nee, dan ben ik niet over mezelf bezig of over mijn collega's die dat ook video's maken. Ik ben bezig over mensen die dat letterlijk niemand iets bijbrengen online, maar constant commentaar hebben. Ken je het? Ik wil echt niet weten hoe dat in hun leven is. Die komen thuis van hun werk als ze dat al hebben. Of die komen thuis van school als ze dat al doen. En die gaan achter hun computer zitten en dan beginnen die gewoon echt te zoeken naar statussen om dan daarop te reageren. Dat is volgens mij echt die mensen hun hobby. Ik kan me eigenlijk niks anders inbeelden. Een hele dag commentaar. En je ziet ook altijd diezelfde namen verschijnen, hè, mannetjes. Constant zie je diezelfde namen terugkomen. Dan denk je zo echt zo 6 maanden later van, ah, hij is eindelijk rustig geworden. En dan doe je die Facebook open of iets anders en dan zie je die kop en die naam en die reactie gewoon terug staan. Dat is niet normaal hoe dat die mensen dat doen. Echt niet. Positief ingestelde mensen dat zijn. Echt waar, gaan er ver mee komen. Ah, iets wat ik haat en waar ik zo'n hekel aan heb. Amai. Als ik ergens op restaurant of in een caféke, waar dat dus al weinig voorkomt, naar het toilet moet gaan. En het is zo druk dat elk kotje bezet is. En je weet dat je op het toilet moet gaan waar dat juist iemand heeft gescheten of heeft gepist. Daar word ik zot van. En niet voor de geuren. En niet voor omdat dat vies zou zijn of zo. Nee, de enigste reden waarom ik dat ranzig vind, is omdat ik met mijn kont op een warme toiletbril moet gaan zitten. Dat is echt het vettigste gevoel dat er maar is. Ik weet niet of je het herkent, maar heb het al gehad, alsjeblieft, reageer hieronder. Laat mij weten of je dat even vies vindt als mij. Maar je voelt iemand zijn warme billen tegen die van u, terwijl die persoon al all the way weg is. Dat is echt een vies gevoel. Echt waar. Ik vind dat zo'n ranzig gevoel. Je gaat op die pot zitten en dat is gewoon warm, hè? Je voelt echt warmte van die bril afkomen. Dat hoort niet te zijn. Dat moet gewoon kou zijn. En dan kan ik rustig op mijn gemak mijn pisje doen. Maar als dat warm is, oh, ik vind dat zo'n vies gevoel. Echt waar. En zeker als dat van mensen is die dat je niet kent. Als dat nu thuis is en er is juist je broer of je zus voor je naar het toilet geweest.
Ça va, dat is nog altijd vies, vind ik, maar daar kunnen we nog mee leven. Je weet welke billen dat er hebben opgezeten. Maar ergens op een vreemde plaats? Nee, maat, echt, dat vind ik echt degoutant. Het volgende dat ik degoutant vind, is chauffeurs die dat links rijden. Maar dat is echt wel een basic one. Ik denk dat heel veel mensen die dat zelf ook rijden, wel weten waarom het dat heel lastig is. Daar kun je verder niet veel over zeggen. Ik vind gewoon, als je weet van je eigen dat je niet zo'n doorrijder bent, gooi dan gewoon een vaksken opzij. Dat is trouwens ook de wet. Je moet dat gewoon doen. Je moet niet links blijven rijden op een bepaalde snelheid. Correctie, je mag gewoon niet links blijven rijden. Maakt niet uit hoe snel dat je rijdt. Je moet altijd terug naar het vaksken ernaast. Doe dat gewoon, alstublieft. Nog iets wat ik super vervelend vind, is als je naar het Kruidvat gaat of naar de Hema of het Kikveel, dan is die parier, maakt dat niet uit. Gewoon ergens waar dat je schmink kunt kopen, die verpakkingen, mannetjes. Ligt dat aan mij? Dat is toch niet... Ik weet dat dat is gedaan, zodat je dat niet kunt pikken. Maar het is wel de bedoeling dat je thuis gewoon open krijgt. En zelfs dat is echt een optie gewoon. Ik zit over lessen we wat schmink gaan halen, nieuwe dingetjes. Ik ben hier bekend 3 uur bezig geweest voor mijn fondetij gewoon open te krijgen. Dat plastic er rond, dat is gewoon ijzer, jongens. En dan vind je ook nergens een lidje waar je dat kunt open doen. En het is echt gewoon schandalig hoe vast dat allemaal zit. En ik snap dat dat tegen stelen is, maar kom maar, gastje. Je kunt toch wel een potje bruine kraan missen, hè? Het volgende. Ik wil zeker niet grof overkomen, maar ik haat... domme mensen. En met domme mensen bedoel ik mensen die dat er wel degelijk iets aan kunnen doen. Als je nu echt een beperking hebt of je hebt gewoon een leerprobleem of zo, zoals dat ik mijn concentratieprobleem heb, hebben ook mensen echt moeite met leren bijvoorbeeld, dan snap ik dat. Er is een verklaring voor. Maar ik ben echt bezig over domme mensen die dat echt zo... De gemakkelijkste dinges, dat iedereen zou moeten weten, dat die dat niet weten. En dat vind ik echt zo van shit. Ik ben zelf niet slim op het vlak van geschiedenis of politiek of zo. Dat is een ding dat mij niet interesseert, snap je? Ik leef in het heden, ik leef nu. De geschiedenis interesseert mij geen fluit. Maar zo van die simpele dingen, gelijk zo links en rechts, als je dat verschil niet weet, dan is er oftewel een leerprobleem en dan kan ik dat nog snappen. Maar als je geen problemen met leren en je weet dat verschil tussen links en rechts niet, en er zijn er veel, geloof mij. Er zullen nu ook veel mensen kijken die het verschil tussen links en rechts niet weten. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind zo van die kleine domme dinges. Of zo van die mensen dat online reacties plaatsen, zoenen zin met niet 1 punt, niet 1 komma, niet 1 uitroepteken, niet 1 vraagteken. Gewoon all the way. Dat is onmogelijk in mijn kop voor dat fatsoenlijk te lezen. En daar word ik zenuwachtig van, mannetjes. Gewoon zo van die dingen, snap je? We hebben allemaal geleerd of je een punt moet zetten, of een komma, of een uitroepteken, of weet ik veel wel. Maar alsjeblieft, zeg toch niet een hele zin zonder iets gewoon. Dat is een heel opgave dat je mij geeft, hè? Als je dom bent en je kunt er echt niks aan doen, ça va, snap je? Dan welcome to the club. nee, maar ik wil bedoelen, als je echt dom bent, je kunt er iets aan doen, maar je bent gewoon te naïef om er iets voor te doen, of te nonchalant, ja, dan zit je gewoon achterlijk, sorry. Dan komen we ineens bij het volgende, wat ik ook haat, zijn naïeve mensen. Oh, daar heb ik een hekel aan. En ik geloof mij, ik heb het zelf gedaan, hè. Ik was ooit zelf naïef. Ik ben het veel geweest zelfs. Maar ik ben nooit oprecht naïef geweest. Dat wil zeggen dat ik altijd besefte dat ik naïef bezig was, maar ik wist wel waar het juiste oplossing was voor die bepaalde situatie. Voor de mensen die niet weten wat dat naïef zijn is, dat is bijvoorbeeld een meisje heeft een relatie met een jongen en die jongen die bedriegt haar en zij weet dat, die beseft dan maar al te goed dat ze bedrogen is geweest en die laat dan haar eigen geloven dat zij in fout is of dat maar ja, 1 keer gaat gebeuren en dat zal niet nog eens gebeuren en direct vergeven. Een naïeve persoon is iemand die je eigenlijk alles kunt wijsmaken. En wat ik vroeger had, ik was niet oprecht naïef. Ik wist perfect waar dat ik stond. Ik wist perfect dat ik bedrogen was. Ik wist ook perfect dat ik dat ging vergeven. Dus dat is niet dat ik mijn eigen dingen begon wijs te maken. Maar ik had zoiets van, ach ja, geleef maar 1 keer. Whatever. En ik vergaf dat die persoon ook. Maar ik wist perfect dat niet oké was dat ik dat had vergeven. Ik was niet echt doordringend naïef. En heel veel mensen zijn dat wel. Ik heb ooit een vriendin van mij gehad en die bleef naar mij komen alleen als ze problemen had. Constant. Alleen als die problemen had in haar relatie, dan kwam die naar mij. En ik was dat zo beu worden aan een tijd. Ik heb dat ook eerlijk tegen haar gezegd. Die kwam zo niet gewoon naar mij toe, gewoon voor mij. Snap je? Dat was altijd voor die haar problemen. En dan geefde die mensen raad. En dan luisteren die en dan zeggen die, ah ja, ik ga dat doen, dat klinkt goed, dat klinkt goed. En een dag daarna zit die daar gewoon terug,
Dat kan het toch niet meer? Die zit daar gewoon terug. En dan 2-3 dagen hoorde hij niet meer omdat het goed gaat. En dan komt hij terug. Ja, wat moet ik doen? Mijn jongen. Hoe kun je nou blijven zeggen wat iemand moet doen als die gewoon niet lusteren? Die blijven gewoon elke keer teruggaan. En zo'n mensen wil ik echt niet meer rond mij hebben, dat meen ik. Die moeten één voor één gewoon gelijk stukjes snot weggespitst worden, jongen. Goed, dit waren ze voor vandaag. Als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren na de video. Op het cirkeltje klikken. Ook het belletje daarnaast, zodat je altijd een melding krijgt bij een nieuwe video. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!